Ja, maar Rudo, wat moet ik dan doen als ik het antwoord al zie, maar er is niemand die mee is? Dat was een heel interessante vraag die ik op de laatste masterclass gekregen heb. En een vraag waar heel veel snelle denkers, want de meesten willen zich niet hoogbegaafd noemen, maar snelle denkers tegen botsen. Zo van, eigenlijk tweeluik, één, wat moet ik doen? Want ik zie het antwoord al, want ja, de stappen zijn A, B, tot en met F, en ik zie al dat het antwoord F is. En dan kijkt hij naar een groep van verwonderde blikken die eigenlijk totaal nog niet mee is. Dus wat doe ik dan? Want ja, ik zit daar een beetje klem. En twee, ja, leg ik dat uit dat ik eigenlijk een snelle denker ben, want dat komt dan direct heel aanvallend over bij de mensen rond ons. En dat is eigenlijk wat er zo mooi is aan de zeven eigenschappen van Covey als je hoogbegaafd bent. Dus. Ja, een andere manier dat het geformuleerd was van ja, een van de tips die ik op dat moment gaf was van ja, geef de mensen ook de kans om hun ideeën te vormen en ook tot een oplossing te komen. Natuurlijk was dan de eerste feedback, ja, maar ja, dan hebben ze 5 dagen nodig om dan eigenlijk hopelijk tot hetzelfde resultaat te komen als het idee dat ik had. Maar dan ben ik eigenlijk 5 dagen verloren. En daar zitten dus een aantal key elementen in die eigenlijk heel on-Covey zijn. En als je van het probleem gaat bekijken vanuit een echt Covey-perspectief, dan ga je daar een heel andere kijk op hebben en ga je dat niet als 5 dagen verlies zien. En het is ook niet dat je jouw moed inhouden om jouw idee te geven. Het is alleen de volgorde waarin dat je de stappen zet die je moet aanpassen. Nu, als we die problematiek eventjes vasthangen op de 7 eigenschappen van Covey, eigenlijk op de eerste 6 voor de oefening die we hier gaan doen, dan is het in eerste instantie al heel belangrijk om de eerste eigenschap toe te passen. Wees proactief, dat wil zeggen, je hebt altijd de keuze zelf in handen. Dus het is aan jou om vanuit de dingen die jij kan doen, te kijken hoe je dat proces op gang krijgt en hoe dat je daar op een positieve manier door kan geraken. Dus het sowieso, vanaf dat je zegt, ik moet mij inhouden. Ik moet proberen trager te denken. Je moet niks. Je mag dat doen. En dat hangt eigenlijk af van wat je eigenlijk dan in de tweede eigenschap hebt bepaald. Want in de tweede eigenschap ga je bepalen, hè, begin met het einde voor ogen. Waar wilde jij binnen 10, binnen 15, binnen 20 jaar eigenlijk zijn? Als je die vuurtoren op lange termijn gedefinieerd hebt, dan gaat het waarschijnlijk ook heel duidelijk worden, zeker voor de projecten die je dan vol passie mee bezig bent, dat je die niet alleen gaat kunnen realiseren. Je gaat meestal ook meer projecten hebben dan dat er tijd is, waardoor dat je eigenlijk ja, moet zorgen dat je een team hebt en dat je samen naar dat doel gaat gaan. Dus als je die tweede eigenschap in het hoofd houdt, van ja, ik wil wel die doelen kunnen bereiken, dan is dat een extra motivator om daar toch tijd in te investeren, van dan nu te zorgen dat je die relatie kan opbouwen met jouw medewerkers, zodanig dat zij ook mee kunnen bouwen aan het project dat je voor ogen hebt. Plus dat ze zeker ook een meerwaarde kunnen bieden. En zo kom je vlekloos op de derde eigenschap, belangrijke zaken eerst. Dus de snelste manier is, oh, ik zie al voor ogen, het antwoord is eigenlijk F. Oh, we gaan gewoon zo, jongens, daar moeten we zijn, F. Doe iedereen zijn deel zodat we daar kunnen geraken. Dat is het snelst. Alleen is hun return on investment veel lager, want je bouwt geen relatie op met jouw medewerkers. Als je echter de tijd investeert vandaag om jouw medewerkers te begrijpen en te zorgen dat zij mee zijn in het verhaal, dan ga je daar op termijn return hebben, want de tijd die dan gaat vrijkomen, de keer dat ze daar zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan, is een tijd dat jij kunt spenderen aan je volgende doelstelling. En zo kom je dan natuurlijk op de situatie van, oké, ja, dan moeten de anderen moeten mee zijn. Dan moet ik op mijn rem gaan duwen. Anders gaat het te snel en dan ga ik druk zetten op de mensen en dan gaat die relatie niet opgebouwd worden. Daar beginnen de drie volgende eigenschappen vol in actie te treden. Dus eigenschap 4, denk win-win. Je moet echt overtuigd zijn dat jouw medewerkers of jouw collega's ook meerwaarde bieden in het verhaal. Dus jij kan misschien wel heel ver denken en zie al die oplossing voor ogen, maar jouw medewerkers zijn misschien meer operationeel sterk en zien misschien de eerste stap. Als je denkt vanuit een win-win, dan wil je ook dat jouw collega of jouw medewerker kan groeien, dat jouw medewerker zich goed voelt bij het project waar dat hij instapt. Dat jouw medewerker of medewerkers voelen dat ze ook een verschil kunnen maken.
En door vanuit die mindset te vertrekken van win-win, wil niet alleen zeggen dat jij jouw doel kan bereiken, maar ook dat jouw medewerkers hun doelen kunnen bereiken, zorgt ervoor dat je gaat gaan zoeken naar een gezamenlijk punt, zodanig dat je kunt vooruitgaan. En dan komt de vlekloos op de vijfde eigenschap, een hele uitdaging als snelle denker. Je moet dan ook zorgen dat je eerst jouw medewerker ten volle begrijpt. En dat is een stuk moeilijker dan dat lijkt, want ja, doordat jij zo snel denkt, spring je veel verder. En als je authentieker van overtuigd bent door te begrijpen de sprongen die jouw collega of medewerker maakt, als je die begrijpt, dat je ook gaat snappen van oké, waar is ons gezamenlijk pad hier? Daar gaan dingen in zitten waar jij niet aan gedacht hebt en die het idee nog kunnen versterken. Dus door op die manier naar het verhaal te krijgen en eerst ten volle je medewerker proberen te begrijpen hoe dat zijn logica juist werkt, waarom dat hij tot een bepaalde conclusie komt voor een bepaalde richting, een bepaalde aanpak, en dat je dan pas jouw idee gaat proberen uitgelegd te krijgen, met hetzelfde respect als dat je eerst geprobeerd hebt de ander zijn idee te begrijpen, dan ga je eigenlijk bijna automatisch in de zesde eigenschap komen, want door te volgen de kijk van de collega's mee te pakken, ga je ook op jouw idee bijschavingen, bijsturingen hebben, verfijningen hebben. En dan ontstaat dus de synergie. En wat is synergie? Als je die relatie systematisch aan het versterken bent, en er is een vertrouwen tussen de mensen die in de ruimte zitten en die een probleem moeten aanpakken, dan gaat er daardoor een heel open geest ontstaan, een wisselwerking van ideeën, waardoor dat eigenlijk het resultaat dat je gaat krijgen door niemand individueel had kunnen bereikt, ook door jou niet. En dus de meerwaarde van het resultaat gaat dan veel groter zijn. Maar ook de verbondenheid tussen de mensen die het resultaat bereikt hebben, gaat veel groter zijn. En dus, om op de vraag te antwoorden van, ja, wat moet ik doen als ik al in 5 minuten dat antwoord zie en mijn collega's zien het niet? Ja, het antwoord is eigenlijk, ja, maar jij ziet ook niet wat jouw collega's als oplossing ziet. Jij ziet ook niet de logica die zij hebben om al tot die oplossing te komen. Dus als je die twee kunt samenbrengen en dus die 6 eigenschappen gaat toepassen, dan ga je samen tot een andere, betere, robuustere oplossing komen, gedragen door meer mensen, waardoor de kans een stuk groter wordt dat je die ook gaat kunnen realiseren. Nu, heel belangrijk hierin is, puur cognitief kunnen misschien nu zeggen van ja, die stappen, dat lijkt wel oké te zijn. Het is natuurlijk een groeiproces. Dus Covey zegt het zelf ook in zijn boek. Voor elke eigenschap reken 1 maand om je te volle eigen te maken. Dat is hier niet anders. En het is daarom dat het traject dat we ontwikkeld hebben, dus die eigenschappen eigenlijk gespreid over 6 maanden gaan implementeren. En hoe doen we dat? We gaan in de eerste sessie gaan we vooral focussen op de hoogbegaafdheid, jouw kenmerken. Dus we vertrekken echt van jou als persoon, maar ook het aspect van, en dat is eigenlijk de tweede vraag die gesteld was, van ja, hoe leg ik uit aan mensen dat ik zo'n snelle denker ben, en ze gaan vinden dat ik content ben, en ze gaan ook niet goed begrijpen wat ik dan bedoel. Nu, na een tijd gaan ze dat wel begrijpen als ze aan die niveau van synergie gekomen zijn, maar het is ook belangrijk om in contact te komen met andere mensen die eigenlijk tegen diezelfde problemen aanbossen, die dezelfde manier van denken in hun brein hebben. En dat is eigenlijk in de eerste sessie het hoofddoel, is die groepsvorming, dat je eindelijk mensen ontmoet die datzelfde tegenkomen. We hebben dat nu ook weer gezien in de masterclass, van als dat de vraag start en we begonnen daarover te babbelen, waren er direct een aantal mensen die inpikten omdat ze op dezelfde problemen stoten. En alles gaat dan te traag en dat genereert frustratie. Dat is natuurlijk in uw cirkel van betrokkenheid, hè, mensen remmen nu zo gezegd af in je brein, maar dat is gewoon door de manier dat je daarnaar kijkt. Dus de eerste sessie is vooral hoogbehaafdheidsmodellen en de link van de hoogbehaafdheidsmodellen bij je uitdaging. Daar leg je eigenlijk ook de fundering om te ontdekken wie dat jij eigenlijk bent, zodat je authentiek jezelf kunt zijn in alle situaties en dat als iets positiefs kunt aanvaarden. En dan gaan we deel per deel onze cirkel vergroten. We gaan kijken wat zijn jouw waarden. We gaan kijken naar wat is jouw tijdsbesteding. Wat zijn de dingen dat je tegen botst. Om zo geleidelijk aan de cirkel altijd maar groter te maken. En meer te reflecteren. Ja, wat zijn eigenlijk mijn rollen? Wat vind ik eigenlijk belangrijk in die rollen? Wat wil ik dan, deel 4, 5, wat wil ik dan eigenlijk op lange termijn gaan bereiken? Die een vuurtoren die je nodig hebt om te motiveren van ook tijd te investeren in jouw collega's, in jouw medewerkers. Om dan af te ronden met een stappenplan waarin dat we nog een aantal concrete tools hebben om ook die projecten verder te kunnen realiseren. Dus eigenlijk is het een groeiproces van
5 à 6 maanden, waarin dat je samen, door ervaringen uit te wisselen, waar dat we mee aan de slag gaan, waarmee dat we gaan beginnen kneden, kunt in een groeiproces komen, u gesterkt voelend ook, omdat er andere mensen zijn die datzelfde traject aan het doorlopen zijn, tegen diezelfde muren botsen, de volgende keer terugkomen van, ja zeg, ik heb dat geprobeerd, ik had die reactie, ik heb dan dat gezegd, ja, en het hek was van een dam, en pff, dan kunnen we daarmee aan de slag. Want het is eigenlijk maar door die praktijkvoorbeelden dat we ten volle kunnen gaan, die 6 eigenschappen, de 7e eigenschap is iets anders, maar is ook superbelangrijk, maar ga die 6 eigenschappen gaan toepassen op jouw situatie, op jouw leven, waardoor er eigenlijk een enorme paradigma switch gaat ontstaan. Wat is een paradigma switch? Is door al die kennis en ervaring die ik aanvul met de modellen, de theoretische modellen rond hoogbegaafdheid en ook veel tools die we kunnen gebruiken, ga je eigenlijk tot nieuwe inzichten komen en een nieuwe kijk op bepaalde uitdagingen. En daar waar je ze vroeger als een rem gaat ervaren hebben, gaat nu zoiets hebben van, yes, dat is eigenlijk een verrijking van mijn leven. Dat versterkt, dat zorgt dat ik meer projecten kan doen. Dat zorgt ook dat ik meer dingen kan doen samen met andere mensen. En ook dat je in contact komt met ontwikkelingsgelijken. Daarachter ga je daar verder naar op zoek gaan. Je gaat er alerter voor zijn, omdat je weet dat je en in groep dingen moet kunnen doen, maar dat je ook wel regelmatig nood hebt om contacten te hebben met andere hoogbehaafden, zodanig dat je die connectie, datzelfde manier van denken, ook regelmatig kunt oefenen. Want dan kom je natuurlijk tot nog mooiere, grotere projecten. Voilà, dat is eigenlijk de reeks die weer in aantocht is. Ik vond het een supermooie vraag, dus ik wou die zeker nog een keer delen, ruimer naar de mensen. Dus als je echt ook die COVID-eigenschappen de volle wilt gaan toepassen op je carrière en ook privé, en als je een beetje tegen diezelfde vragen aanbotst van, ja, ik ga veel te snel, dus ik kan mij niet volgen en ik heb een conflict met mijn collega's en ik kom nogal hautain of nors over dan, en allez, in cascade wordt het dan altijd maar erger en erger, dan is dit een heel mooi traject. We doen het ook in een heel rustige omgeving, in Afligem. En waarom doen we dat? Is om echt volledig 200% in dat verhaal te zitten. Dus dat er geen stoorzenders zijn en dat we dus in een heel rustige omgeving, in een groene omgeving, die inspiratie nog extra kunnen opsnuiven. Eventueel kunnen we tussendoor een wandelingje gaan doen, zodanig dat we al wandelend daar nog een keer kunnen over reflecteren. Maar dus kunnen we zorgen dat we daar stap voor stap in dat groeiproces geraken. De data ook nog eventjes meegeven. Dus het start eigenlijk 29 januari... en het loopt tot 25 juni. En dat is superbelangrijk. Het zijn geen tools die je in 5 minuten gaat kunnen toepassen. Het is echt een stapje zetten, kennis opdoen. Stappen zijn het meestal, want snelle denkers samen in een ruimte steken geeft wel een zeker tempo. Maar we gaan altijd stappen zetten, maar we gaan het dan toetsen aan de realiteit. En de volgende keer breng je die ervaringen mee, zodanig dat je geleidelijk aan de cirkel van invloed kunt vergroten en dat je met meer mensen op een positieve manier aan uw projecten, aan uw doelen kunt werken. En dat je daar vooral ook zelf van kan leren genieten. Want dat is ook een aspect die bij veel hoogbehaafden er dan tegen botst. Dan hebben ze die snelheid, al die weerstand, waardoor dat ze eigenlijk frustratie opbouwen en dan ook nog een keer niet genieten van de resultaten die ze gaan bereiken. Dus voilà, dit is het traject, super traject. Ik zie er zeker naar uit. Het zal nu ook met een grotere groep zijn, zodanig dat we ook nog meer scenario's hebben en ook oefeningen in kleinere groepjes kunnen doen. Dus ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, ga zeker naar de site. Of je kan ook de masterclass volgen waar dat ik kort dit verhaal doe en waar je al een eerste keer vragen kunt stellen. Of als je zegt, van dit spreekt mij echt wel aan, kan je vrijblijvend intakegesprek aanvragen. En dan gaan we een keer online kijken van, ja, waar ben je nu juist op zoek? Wat weet je al vandaag? En dan kunnen we kijken, is dit een traject voor u? Want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat de groep ervaring kan uitwisselen, dat we wel een beetje van hetzelfde startpunt gaan vertrekken. Voilà. Wou ik even delen. Ik vond het een super vraag. Het was ook heerlijk, omdat ik een keer feedback kreeg naar mijn masterclass zelf in detail, waardoor dat ik hem sowieso de volgende keer wel weer zal aanpassen. Blijven groeien, lat blijven hoger leggen. En blijven genieten van met mensen dingen te mogen realiseren. Doei!